Jij bent assistentcoach van Oranje. Ja. Ik heb gehoord dat jij bondscoach van Oranje wordt. Nee, dat is nog niet zeker. Maar er is sprake van. Nou, we zijn in gesprek daarover. We zijn aan het kijken wat er mogelijk is. Ja, ik hoop wel binnen een paar weken meer duidelijkheid te hebben. Maar op dit moment is het nog niet rond. Steve Jansen was de bondscoach. Die is naar Amerika vertrokken. De Cubs, als ik het goed heb, is die gaan werken. Klopt. Ze zoeken dus een vervanger. Maar dat is een vervanger voor, ik zeg het met respect, de kleine toernooien. De grote toernooien is Hensley Meulens, man van San Francisco, die dan bondscoach is, toch? Ja, klopt. Maar kleine toernooien, je gaat nu wel... Met alle respect. Ja, maar je gaat nu een traject in om te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Olympische Spelen, dat is natuurlijk geen klein toernooi meer. Maar de World Baseball Classic, die afgelopen of vorig jaar maart was, ja, dat is logisch dat Hensley Meulens, die heeft ook weer promotie gemaakt bij de Giants, nu benchcoach, noemen ze dat, assistentcoach bij de Giants. En die staat in lijn om manager te worden van de Giants of een andere Major League organisatie. Dus dan is het logisch dat hij de allergrootste toernooien coacht. En jij, veel portoeren met Hara Sommerweek en die belangrijke toernooien, wanneer krijgen we witte rook? Ik hoop een paar weken. Oké, dankjewel. Even Jan het Hoen.